Oh. We kunnen gelijk super vet. Is dit een marceladebar? What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en aan het eind van de vorige aflevering van Pokémon Sun and Moon werden we uitgedaagd door Team Skull Admin Plumeria. En die gaan we nu eens even een poepie laten ruiken. We kunnen een Z-move gebruiken met Pikachu of we kunnen voor Water Shuriken gaan. Oké, we gaan dus voor Pikachu blijkbaar, ik hoef het niet te wisselen. En dan gaan we eens even kijken wat die Z-move inhoudt, want dat vind ik best wel tof. Eens even kijken, hoe gaan we dit doen? Hier aan de linkerkant in mijn scherm, jullie kunnen het helaas niet zien. Maar staat Z-Power en de aanval is Gigavolt Havok. Dat is de aanval die we gaan doen op deze Golbat. Ja, dat is sowieso super effective. En dan gaan we eens kijken. Gaat hij ook evolueren of gaat hij iets... Oh nee, oké. Oh, dat was in de vorige video wat die draken-Pokémon deed. Dan ging die helemaal in brand en dan... Precies. Wow. Wow. Bam. We kunnen dit maar één keer per potje doen. Of tenminste per gevecht doen. Maar wat een aanval, jongen. Z-powers. Awesome. You defeated Team Skull. Glare is Team Skull. Bla bla bla. En ja. Ja. Plumeria, sorry. Het spijt me. Je hebt verloren. Ik kan er ook niks anders van maken. Wat zei je dat je naam was? Sun? Nou, je bent wel een aardige trainer, zegt Plumeria. You won't give off so easy next time though. I hope you're looking forward to the next time we meet. Oké, de volgende keer krijgen we er van langs volgens Plumeria. Yo, didn't you just get to Alola? You'd better... Oké. Nou ja, we moeten haar dankbaar zijn dat ze zo makkelijk met ons omgaat. En nou ja, ze nemen ook de benen. Want het zijn gewoon een stelletje... Vul zelf maar in. Kukui zegt, what a great match, son. Woo, Pikachu, thanks for helping him out with the trial. Ja, inderdaad, bedankt Pikachu. cool dat hij op mijn hoofd zit. Ik hoop dat Pikachu ook in Sun and Moon zit. Dat zou wel tof zijn. Oh ja, we hebben sowieso de Alola Raichu gezien. Die vind ik wel mooi. Mooi, de Alola Raichu vind ik, ja. Oké. Iedereen vindt ons heel erg cool. You drew out the power of the Pokémon and this showed us the best move you could. Yeah, son, you're gonna be a wonderful Pokémon trainer. I want to be an awesome trainer too. Well, the two of you should both train up during your island challenge. Hey son, now that you're finished with the trial, I'll show you the way to the masalad shop. Oké, we gaan nu naar de saladewinkel blijkbaar. Ja, en zij trakteerden omdat wij net nieuw zijn hier in de Alola region. En mijn moeder mag ook mee. Yay, onze moeder mag ook mee. Yay. Nou, we zijn allemaal hartstikke blij dat we masalades kunnen gaan eten. We hebben het spel gesaved. En... Oh, nu krijgen we een filmpje. Is dit het einde van de demo? Ik ga gewoon even mijn mond houden en even kijken. Wow, ik kan mijn mond niet houden, want die Sharpedo was freaking vet. En wat deed hij? Hij ging dwars door een rotsblok heen. Is dat de nieuwe Rock Smash move of zo? Op die manier? Dat we dat gewoon zo kunnen doen? Dat we niet meer dat hoeven te selecteren in een minuutje, maar dat het automatisch gaat als je Pokémon misschien Rock Smash kent? More adventures are waiting for you in the full game. Oké. That's it, denk ik. That's it. Maar we gingen nog naar de masalade shop. We gingen nog salades eten. En mijn schermpje is nog steeds vies. Jongen, ik wil masalades eten. Ja, kijk, zie je? We gaan gewoon... Allow me to congratulate... Ja, kijk, zie je? We kunnen gewoon nog verder. Let me give you all the good stuff you need to get to ride Pokémon. Oké, kunnen we op Pokémon... Ik heb een Ride Pager. Oké. Hier in de Alola-regio dan... Pokémon will lend you their strength by letting you... Ja, dan kan je dus op hun rug rijden. En we moeten dus eventjes een Pokémon gaan zoeken. Oh, die door rotsen heen kan beuken. Ja, wat betekent dat voor de HM-moves, jongens? Zoals Cut and Strength en Rock Smash. Press I to turn on your ride page. Hold B to dash. This is your riding wear. It's special outfit you wear. Oké, ik heb een speciale outfit als we op Pokémon gaan rijden. Oké. When you ride Tauros, your world gets a whole lot bigger. Maybe you could even find something new if you head out to 10 Carat Hill. I'll be at the Pokémon Center. Zijn onze Pokémon nog vol of moeten we nu... Oh, ja, we hebben nog Greninja, maar...
Pikachu is natuurlijk weg. Als ik op I druk, oh, dan kan ik gelijk, oh. We kunnen gelijk, super vet. Is dit een marceladebar? Is dit... Oh shit, we kunnen ook dashen. Kijk dit. Wow, super snel. Cool, cool. Awesome, awesome. Maar, even kijken hoor. Is dit de Masala... Hoe gaan we hier af? Hoe gaan we hier af? Zo gaan we hier af. Is dit de Masaladebar? Nee. Nee. Is dit de Masaladebar? Nee. Dit is ook niet de Masaladebar. Waar is de Masaladebar? Dit was toch hier ergens, aan de zijkant? Is dit de Masaladebar? Ik zou kunnen. Hallo? Hallo? Kunnen we hier iets doen? Nee? Hallo? Hallo? Ik weet niet meer wat we nou kunnen doen, jongens. Ik moest Masaladebar. Masalades gaan eten. Maar waar is dat ook alweer? Hallo? So many Slowpoke, they're awful cute, aren't they? Ja, Slowpoke is wel leuk. Slowpoke, nou ja, Slowking. Slowking is heel erg vet. Oh, we kunnen hier niet doorheen. Dat is geblokkeerd voor de demo natuurlijk. Oh, oké. Okay. I'll show you a really nice place. A place where you can grow closer to your Pokémon. Oké, okay, is goed. Even de ogen dicht. En dan zijn we er. En wat is dit voor plek? Wat is deze plek? Mahalo Trail. Oké, okay, we zijn op de Mahalo Trail. There are rocks on rocks on rocks blocking the mountain path. Oh, dan moeten we waarschijnlijk onze Tauros... ja, precies. Hold B to dash. Gaan we eens even een stukje rijden met Tauros. Yay! En nu gaan we dashen, jongen. Bam! 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 Zo, dit gaat wel soepel. Tauros is awesome! Tauros is awesome! Oké, okay. That's it? Dat was hem? The closeness between you and Tauros. What a sight to behold. Oké, okay, deze man vindt het heel bijzonder dat Tauros en ik zo zulke goede vriendjes zijn. Oh my, I forgot to introduce myself. Ik ben vergeten mezelf te introduceren. Ik ben de mysterieuze oude man. Oké. Okay. Nou ja, we krijgen een beloning. 3 starters. Oh, in de volledige versie van de game. Dus je kan ook allerlei dingen gaan oppakken hier. En die naar de volledige game van Pokémon Sun and Moon sturen. Dus dat is wel tof. Dat is wel een reden misschien om deze demo te blijven spelen. Ik heb ook gehoord dat hoe vaker je zeg maar deze demo begint, hoe meer items je ook overal kan krijgen. Dus dat is wel tof. En nu gaan we gewoon eens even terug. Wow. Maar in ieder geval, als je dus vaker inlogt, bijvoorbeeld 1 dag of 2 dagen, of volgens mij bij 5 dagen krijg je iets anders. Dan kan je ergens iets ophalen. Ik weet niet precies hoe het werkt hoor. Maar ja, ik wil terug naar de stad. Maar dit is in ieder geval wel lachen. Dit zorgt er wel voor dat de game een beetje blijft leven, zeg maar. Dus dat je nog wel wat dingen kan doen. En dit is 1 stad. Ik ben benieuwd hoeveel steden er nog meer in gaan zitten. Oh, hier kunnen we naar binnen. En dan kunnen we hier ook naar binnen. En dan... Oh, wat is dit? Is het een... Oh nee, hier ga je gewoon... Hé, is dit een saladebar? Is dit een saladebar? Ja, ja, dit is de saladebar. Yeah, we zijn bij de saladebar. Gezellig muziekje, ik zet hem even wat harder. Ja, ja, het is lekker muziekje. Maar hier gaan we dus salades eten. Ik zet hem weer even wat zachter. Oh, hello, Slowpoke. Ik wil eigenlijk met het vrouwtje achter de kassa. Ja, choose wisely, Slowpoke. Oké, okay. Slowpoke mag ook wat lekkers gaan eten. I'm pouring my heart and soul into making these malasadas. Oh, ik zei het uit masalades, maar het zijn malasadas. En dan... Hallo. Malasadas can be dangerous. They are so good. I cannot stop eating them. Oké, okay, dus ze zijn zo lekker. En de... Hallo. Corsola, toch? Ja, Corsola. Hey, Corsola. Maar... Oké, okay, kunnen we hier achter? Nee. Oké, okay, we kunnen hier eigenlijk niks doen. Ik dacht dat ik hier naartoe moest om weer iets te gaan doen. Maar we kunnen hier eigenlijk niks doen. En ja, dit is het denk ik wel zo'n beetje. En we kunnen... Ja. Eens even kijken. Wat is dit? Het is nog een... Nou, dit is wel een grote plek. Wat kunnen we hier doen? All the necessary paperwork for your move has been complete. Oh, ja.
We waren natuurlijk verhuisd. Oh, nee, kan ik ook niks doen. Ik dacht omdat we... Oh, hier, ja. Oh, ik dacht... Yeah. Jammer, ik dacht we kunnen een watermove op haar hoofd gooien met Greninja. Maar dat kan dus blijkbaar ook niet. We kunnen nog wel even gaan kijken bij de... waar we eerst waren. Bij de trial. Trail. Dat is volgens mij deze kant op, hier helemaal naar boven. Want de professor zei dat hier misschien wel iets nieuws was voor ons. Ja, ik wil nog wel even kijken wat hier is. Tuurlijk. Hallo mevrouwtje, mevrouwtje. Ja, jou kwamen we eerst ook. Oh, oké. Okay. I can feel your potential as a trainer. If you can defeat the 3 trainers on this route, I'll give you a battle. Oké, okay, dat gaan we doen. Is dit? Nee, dit is niet trainer 1. Daarboven moeten we naartoe. Hoppakee, Tauros. Bam. Dit gaat wel echt super snel, jongen, nu we deze Tauros hebben. Dat is best wel awesome. Let me show you the awesome combination that me and my Pokémon. Oké. Okay. Nou, dat stoerige praat heb ik nooit zoveel mee. Maar kom maar op. Rising Star Ikaika. Ikaika, toch? Ikaika heeft een Pikipek. En wij hebben natuurlijk onze Greninja. En hij is nu geen Ash Greninja meer. Oh, we hebben een ander pakje aan, dat zag je. We hebben een ander pakje aan omdat we op Tauros aan het rijden waren. Nou ja, laten we gewoon voor Aerial Ace gaan. Maar hoe we nou de Ash Greninja krijgen? Want dat ging net helemaal vanzelf. Ja, toen we die ene dude versloegen. Oh shit. Zo, die Pikipek geeft mij even een tikkie, jongen. Gaat even een beetje stoer doen, deze Pikipek. Doe nog een keer Aerial Ace. Op Pikipek. Zo, hoppakee. Critical hit. Pikipek feint het. Yes. Battle Bond? Nee. Nee. Wat gebeurt. Oh. Oh. Oh, op het moment dat we iemand verslaan. Met Greninja. Volgens mij wordt hij dan Ash Greninja. Volgens mij is dat de regel die er is. Dan hebben we hier een Yungoos van... Oh, deze Pokémon zijn trouwens wel sterker nu. Ze zijn level 38. Hopelijk raken we hem 3 keer. Dan is hij gewoon 1 keer neer. Yes, hoppakee. We hebben wel een aardige move, die Water Shuriken. Wel een aardige move. En we hebben deze Ikaika verslagen. Dan moeten we snel door met de andere 2 trainers. Hoppakee, bam, bam. Bam. Hier is nog een trainer? Of hier is geen trainer? Hey, thanks for coming. Can I interest you in the Pokémon Catching Challenge? Run around and catch tons of Pokémon. Nou, dat gaan we straks doen. Ah, nee, ik wil dit straks doen. Ik wil dit straks doen. Ik wil dit niet nu doen. Ik was bezig met wat anders. Nee. 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 Even wachten, ik ga dit straks doen. Ik wil eerst even al deze trainers hier verslaan. Oké, we gaan door. Ben jij ook een trainer? Yes, jij bent ook een trainer. En jou gaan we ook verslaan. Check out my Pokémon, it's so cute! Ook Pikipek. En Greninja. Wat een shuriken! 1. En 2. Doe maar gewoon 5. Doe maar gewoon 5, joh. Gewoon omdat het kan. 3. En 4. En nog 1. Ah, lekker. Hoppakee, 5 keer. Pikipek in 1 keer neer. Een beetje geluk hadden we wel. En nu worden we natuurlijk weer Ash Greninja. Waar ik trouwens wel erg benieuwd naar ben, is of er meerdere Pokémon zo'n evolutie gaan krijgen. Zo'n Ash Greninja of whatever, ja, misschien een Charizard of zo. Dat die extra cool gaan worden door deze toevoeging. Weten we nog niet, ik ben heel erg benieuwd. We hebben in ieder geval de tweede van de 3 Pokémon trainers verslagen die we hier moeten verslaan. En nu gaan we op zoek naar nummer 3. Zo, is dit nummer 3? Nee, dit is niet nummer 3. Dan zou dit nummer 3 zijn, denk ik. Of omdat we die... Misschien omdat we die al hadden verslagen. Of even kijken hoor. Tauros is trouwens wel echt... die gaat wel echt als een malle. Kunnen we nu met jou battelen? Ja, kijk, nu kunnen we met jou battelen. You! What incredible talent you must have to be able to defeat that 3 trainers on this route. I think I'll be able to enjoy going all-out battle for the first time in a long time. Oké, okay, dus zij gaat alles geven wat ze heeft om ons een leuke battle te bezorgen.
En dit is Ace Trainer Sherry. Sherry, ik weet niet. In ieder geval heeft deze een Yangmo-O. Die hebben we natuurlijk net ook verslagen. Dus ze hebben twee Pokémon. En wij hebben natuurlijk Greninja. En dan doen we een Aerial Ace. We gaan Aerial Ace doen. Bam! Hoppakee. Nou, dat is niet zo, doet niet zo heel veel pijn. Misschien hadden we even een Super Potion moeten gebruiken aan het begin van deze battle. Misschien had het wel handig geweest, Rick. Nou ja. Night Slash dan maar proberen. Kijken of hij meer damage doet of juist minder. Oh, nou ja, ik dacht dat hij kapot was. Maar hij heeft nog één klein minuscule puntje. Dan gaan we eens even een potion gebruiken. Zullen we kijken hoe die animatie eruit ziet. Of het überhaupt een animatie is. Super potion. Nou ja, is niet zo heel bijzonder. Is gewoon een beetje hetzelfde gebleven als vroeger. En dan krijgen we weer een headbutt voor onze Canis. Maar in ieder geval hebben we nu wel wat meer HP voor die tweede Pokémon straks. Gaan we weer Night Slash doen. En dan is het wel over met Yangmo-O. Dat is wel een aardig Pokémonnetje volgens mij. Het is helemaal geen verkeerde Pokémon. Oké. Doei, Yangmo-O. En dan worden we nu weer Ash Greninja. Ja. Het blijft er wel tof uitzien. Elke keer als ik weer kijk denk ik van nou, het ziet er wel vet uit. Ash Greninja. Oh, oké. Een Pikachu. Dat is een, level 42 Pikachu. Ja, dat wisten ze. Dat is niet zo leuk. Nou, we gaan maar weer van water shuriken. Kijken wat dit gaat doen. Het is wel echt een sterke Pikachu, jongens. Holy moly. Ah, zijn defense is niet al te hoog, zo te zien. Hoppakee, water shuriken nummer 3. Oké, nou, we hebben hem niet in één keer neer. En deze electrobal, die gaat wel pijn doen, jongens. Auw. Oké, we hebben hem overleefd. Dat is gelukkig wel. Want dat was niet zo fijn. Dat was niet zo plezierig. En gelukkig heeft deze trainer geen Z-powers. Want anders hadden we wel echt een probleem gehad. Hoppakee. Sherry verslagen. I'll never forget how strong you and your Pokémon were. When battling at full force, you received a lot of Pokémonies. Nou, ze vond ons heel sterk. Amazing. Even going all out, I couldn't win. I'm so happy to have been able to meet a Pokémon trainer like you. Ze vindt het allemaal ongelooflijk en ze is blij dat ze ons ontmoet heeft. En we krijgen een Star Piece als cadeautje van haar. Nou, dan lijkt dit me een mooi moment om deze video af te sluiten. Doe een blauw duimpje omhoog voor meer Doe een blauw duimpje omhoog als je dit leuk vond. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon video's. En dan zie ik jullie later. Mazzel!